over naar de band bij ons in de studio hier zo vanuit de tussentijd, waar we dankzij Goed Zo weer onze tv-studio mogen maken. En dat is een band die al gespeeld heeft, maar gelukkig speciaal voor Omroep Brabant en Breda nu even terug wilde komen, Joost. Want officieel zit erop, hè, Breda Jazz, toch? Ja, wat is officieel, hè? Ja, jullie kunnen gewoon lopen natuurlijk en dan kun je gewoon weer een hoop herrie gaan maken, hoor. Jazz is jazz, hè. Het begint als we weggaan thuis, het eindigt de dag daarna meestal. Hey, wat jullie al hebben gedaan in de Avenue met de Mayday Jazz Band is sowieso een hele mooie locatie. Als je binnenkomt, een mooie zaal, een houten vloer en alles. En ze proberen ook echt voor kinderen, jeugd heeft de toekomst, die er een beetje bij te betrekken. En laten jullie daar nou net iets moois voor hebben bedacht. Wat? Ja, we hebben daar een hele leuke kindertheatershow voor gemaakt. Echt om jazz ook naar de jongere generatie te brengen. Een interactieve jazzshow over het Jungle Book. Dus dat spreekt aan met leuke nummers uit de bekende nummers, zeg maar, uit Jungle Book. En wat verrijkt met ons eigen repertoire, waar de kinderen lekker mee kunnen doen. Dansen, springen. Mm-hmm. En het verhaal wordt verteld. Spannend, liefde, yeah. En een goed einde. Hey, en wie speel jij, Joost? Ik speel Mowgli. Let eventjes op, want we waren erbij, zodat we een idee hebben van hoe dat het eraan toe ging in de Avenue. Dat je de band allemaal weer met die mooie hoedjes van die Dr. Livingstone, I presume, ja, hoedjes. En jij dus de Mowgli van dienst met dus de pop. Ja, Mowgli, dat is een pop. En dit was het begin van de show als Mowgli wordt gevonden in de kist. En de kist is een boek, het Jungle Book. En Mowgli wordt naar de wolven gebracht en dan gaan we op reis samen met de kinderen door de jungle. Wie waren de wolven net dan van dienst? De wolven. Onze hoofdwolf, Akela, die staat hier. Ja, oké. Okay. Hoi Akela, hoi. Ze ziet er keigevaarlijk uit. En iedereen vertolkt een dier. Kijk, daar hebben we Baloo, hè? De bruine beer. Uh-huh. En hier hebben we King Louie. De grote aap. De grote aap en zo iedereen. We hebben olifanten uiteraard, ja. De sousafoon met als slurf. Nou. Maar de kindjes er net, het was nog het begin, ze zaten nog een beetje zo te kijken. Uiteindelijk kreeg je de Avenue op zijn kop. Op zijn kop, ja. Want na deze scène komt ook een marsje met koning Haiti, is dat geloof ik, hè? De olifant. En dan gaan we met z'n allen door die zaal, met de kinderen, Polonaise, op de muziek. En dan is het los natuurlijk, dan zijn ze betrokken en ze worden bij alle nummers betrokken. En dat heb je dus helemaal zelf. Jullie hebben dat zelf geproduceerd en bedacht ook. Dan ben je toch helemaal kei trots, denk ik, als je klaar bent. Nou, het is vooral leuk dat het ook zo aanslaat. Hè? En dat gisteren ook, er kwam nog iemand naar ons toe. Die zei, jullie moeten het theater in. Dit kan niet zo. Jullie moeten het theater in. Ik zei, ho, we hebben ook nog werk en zo. Normaal werk. Ja. Nou ja, wie weet. Theaters plannen toch altijd 2-3 jaar vooruit, ja, Joost. Ja, dat is waar. Maar het is superleuk om te doen. En het is ook zo gaaf om die kinderen erbij te betrekken. En ze, ja, je moet die smoeltjes gewoon eens zien als je dat staat te spelen. En nou, ze zitten helemaal in het verhaal en ze krijgen die jazzmuziek mee. En dat is goed. Goed, want hè, dan dat ze een beetje muziekles gaan en misschien zelf nog eens in een band willen. Ja. Nou, dat is het, hè. Dus het is gewoon fantastisch om te doen. Hè. Nee, wat jullie zo meteen gaan doen is voor ons spelen ook. Want wat kan er allemaal op het repertoire staan bij de Mayday Jazz Band? Er gaat echt van 100 jaar geleden New Orleans tot top 40 nu. Iets wat gaaf ja, is? Ja, van alles. Kijk, wij spelen gewoon wat wij leuk vinden. Wat in het grote jazz palet past. En wat natuurlijk aanslaat bij het publiek. Of het publiek, want als het publiek het naar ons zin heeft, hebben wij het naar ons zin. En ja, wij zoeken altijd de connectie en de interactie. En het maakt niet uit, wij spelen van Michael Jackson tot Louis Armstrong. Ja. Dus nou, redelijk breed. Maar allemaal met een Mayday sausje eroverheen. Jazz.
En jullie kunnen natuurlijk gewoon aan de boemel. Ze mogen op een podium staan, maar het hoeft niet hoor. Ze mogen ook graag door de straat heen lopen ook. En dan aan die bloesjes, dan zie je sowieso al. En de mooie bretellekes, dat het allemaal bij elkaar hoort. Maar huishoudelijke vragen even tussendoor. Hoe vaak gaan ze in de was? Ja, natuurlijk wassen wij onze blouses. En dat doen wij altijd halverwege het seizoen zo. In juli. Jullie augustus, dan ruik je wel. Denk al, volgens mij, we gaan ze gewoon heel hard laten spelen. Want het is ook warm in de studio inderdaad, onder de lampen. We gaan er spelen? We gaan het nummer Het is Geweldig spelen, C'est Magnifique. C'est Magnifique met de Mayday Jazz Band. Takes you for a spin, ooh la la la, ooh la la, c'est magnifique. Then every night you're loved one holds you tight, ooh la la la, ooh la la, c'est magnifique. But then one day your loved one drifts away, ooh la la la, ooh la la, it's so tragique. But then once more she whispers, je t'adore, c'est magnifique. Thank you.
Breda Nu.